Welkom bij een nieuw Jupiler League weekoverzicht, waarin ik elke week de mooiste en spannendste competitie van Europa bespreek. En ook deze week weer met een gast, mijn grote vriend Kees Kwakman. Welkom, hallo. Ja, had je nog tijd tussen alle Fox-uitzendingen? Nou ja, ik dacht dat ik meer tijd had sinds ik gestopt ben, maar het valt tegen. Maar voor je heel weer hoop je wel even tijd. Voor jou heb ik tijd, last dat weet je toch. Ja, we moeten uiteraard beginnen met de kraker van gisteravond. De herkansing van de wedstrijd die nooit gespeeld is, zullen we zeggen. Die uit de boeken is geschrapt. Jong Ajax tegen NEC. Het was een behoorlijk fysiek duel. Ja, dat klopt. En dan is het ook wel logisch dat je daar een scheidsrechter op zet die in mijn ogen niet zo heel goed is. Want dat is niet jouw vriend, hè? Mijn vriend, Edje van der Graaf, daar is hij. We weten het nog van vorig jaar in de play-offs tegen NAC. Ja, nou ja, goed. Kijk, Ed is gewoon niet zo goed. Ja, dat kan. Weet je, je hebt goede scheidsrechters, je hebt mindere scheidsrechters. En Ed is helaas een van de mindere. Maar ja, die zag deze rode kaart over het hoofd. En dit zag je wel. Maar het was ook om aan te geven dat het zat er lekker op, zeg maar. Ja, maar is ook een rode kaart die hij mist. Want Nunnally is gewoon, die is hartstikke snel. Kijk, ik vind ook dat je dat moet weten. Hè. Dat is ook, je moet je huiswerk doen als scheidsrechter. Het is moeilijk om natuurlijk in te schatten. Nou, die wordt wel ingehaald, die wordt niet ingehaald. Maar je kan daar misschien wel rekening mee houden. Ik denk niet dat het mag. Maar ik zou dat als scheidsrechter wel in ieder geval wel doen. Dit is gewoon een rode kaart, simpel. Hij had ze daar ook op maandag, heeft hij ze daar niet, helaas. Ze winnen hem gewoon weer. Een goede goal van Johnson. Maar dan gaat hier wel het een en ander fout. Ja, Heinloth, hij schat die bal helemaal verkeerd in. Dit is wel een beetje een vervelende bal. Want hij twijfelt waarschijnlijk, moet ik hem voor de stuit pakken of erna. Nou, hij doet precies niks. Ja. Waardoor die bal over hem heen valt. Dan struikelt hij ook nog. Dus het ziet er ontzettend lullig uit. Ja, hij schiet hem wel goed in, moet ik zeggen. Johnson, die volgens mij ietsje beter wel begint te draaien. Sowieso, hij was sowieso goed gisteren. Ik zie sowieso de laatste weken zien hem wat meer misschien ook wel vertrouwen. Hij heeft misschien in eerste instantie gedacht, nou ja, ik moet bij Jong Ajax spelen. Weet je, ik ben natuurlijk voor het eerste gekomen. Plus omdat Jong Ajax natuurlijk nog kampioen wil worden. Misschien wil hij daar wel een beetje bij, weet je, dat hij dat weet. Dan wil hij zich weer even laten zien. Ja, dat is ook zo. Kijk, die jongens die spelen natuurlijk voor niks, maar voor zichzelf denk ik. Dat zij natuurlijk gewoon ontzettend graag kampioen willen worden. En dat betekent ook iets voor ze. Het is ook logisch natuurlijk naar de ploeg die ze kijken. Ik bedoel, ze hebben met afstand het allergrootste budget van alle ploegen bij elkaar misschien wel. Dat is waar. Als we NEC weglaten. Dus het is natuurlijk, het is knap van ze zeker. En er zijn gewoon weer talentvolle spelers. Dat is leuk om te zien. Ja. Maar het is natuurlijk niet helemaal raar als je kampioen wordt met een voorhoede van 6 miljoen bij elkaar. Maar NEC had op zich nog wel gelijk kunnen komen. De goede aanval, hè? Ja. Goed balletje van Asjebar. Ja, en dat zou eigenlijk in de geest van de wedstrijd zijn als die verdediger dan nog hem even zou vasthouden. Ja, en dat hij het dan niet zou zien. Ja, precies. Maar dat doet hij dus niet. En nou ja, laat hem gaan. Hij kan vrij op de goal af. En het is gewoon sneu natuurlijk. Gewoon voor hem. Hij moet hem meeslepen. En dat is natuurlijk lekker achteraf kunnen we dat nu concluderen. Ja, maar als hij een sleept naar zijn linkerbeen, dan schiet hij hem zo in het lege doel. En hij werkt hem nu heel slecht af. Na de wedstrijd sprak ik met Kelvin Verdonk. Die was op zijn zacht gezegd, die zat er helemaal doorheen. Er is nog steeds een sprankje hoop bij jullie? Ja, bij mij in ieder geval is ik weet het niet. We moeten gewoon kijken wat Fortuna gaat doen nu. Jong Ajax is nu de koploper. Staan een puntje boven Fortuna. Nou, die krijgen dus nog, die gaan nog op bezoek in Volendam. Ik denk dat daar wel een beetje revanchegevoelens bij zitten. Omdat het sowieso, als je met 7-0 verliest, dat doet pijn. Het was nadat jij eruit ging, toch? Ik ging eruit bij 3-0. Dus, het was niet, dus jij hebt maar 3-0 verloren toen? zo moet je dat niet gaan zeggen. Ik hoop dat we vrijdag revanche kunnen nemen. Dat hebben we nodig. Ja, Fortuna speelde afgelopen vrijdag tegen Den Bosch thuis. En een beetje het verhaal van Fortuna, natuurlijk sowieso de laatste weken, zijn de blessures. Ja. Want ook in deze wedstrijd weer, Smeets. Ja, hij grijpt naar zijn knie. Dit is meestal geen goed teken als iemand zo naar de achterkant van zijn knie. Hele rare actie, hè? Het is niet dat hij extreem raar neerkomt. Nee, of zo. Klopt. Dat zie je meestal bij dat soort blessures. Ja. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks en... Ja, dit is natuurlijk wel triest, hè? Dat hij natuurlijk huilend van het veld afgaat. En... Snap je dat? Tenminste, want hij is volgens mij een echte Fortuna-speler. Ja. Speelt daar al jaren. Kan dan nu een kampioenschap misschien wel meemaken. Ja. Dat moet je dan waarschijnlijk missen. Als voetballer voel je ook vaak wel hoe ernstig het is. Het zal waarschijnlijk allemaal in een split second allemaal door zijn hoofd schieten. En dan komen er emoties los. Dus dat snap ik gerust wel. Toen heeft uiteindelijk een makkelijke 2-0 overwinning. Ja. Semedo, dit seizoen hebben we het al vaker over die jongen gehad. Ja, geweldig. Die maakt een goal. Ja.
Ja, het zal niet de moeilijkste uit zijn carrière geweest zijn. Nee, dit is een beetje, ja, we hadden het er net al even over voor de uitzending. Een beetje het geluk van de kampioen misschien ook wel. Kijk, wij hebben vrijdag tegen RKC gespeeld. Toen hebben we denk ik een stuk of 15 van dit soort situaties gehad. Die allemaal net niet goed vielen. Nee. En tegen de keepers de teen. En dat geloof je allemaal niet. En hier valt hij precies via iemands hoofd en via iemands schouder van Den Bosch. Ja, ja, voor de voeten van Semedo. En je dwingt het natuurlijk ook wel af. Fortuna ook. Die spelen gewoon aanvallend en naar voren. En die waren ook wel beter hoor in deze wedstrijd. Dus, het gaat niet alleen, het is niet alleen geluk geweest. Ze wonnen gewoon verdiend. Ja. Maar het geeft wel aan dat het wel soms net even goed kan vallen. Ja, en die goal van Stokkers, dat is... Ja, hele goede goal. Schat hij het nou verkeerd in of wat? Ik denk is dat gewoon goed ingekocht. Het ziet er gewoon lullig uit. Hij kan er denk ik gewoon niet meer bij. En dan ziet het er heel lullig uit omdat hij erachteraan loopt in plaats van dat hij duikt. Ja. Hij kan nog beter blijven stilstaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus, maar hij gaat er ook perfect in, want hij gaat tegen de paal. Kijk, ik zie... Ja, ik denk dat hij misschien... Ja, als je hem zo ziet, hij moet misschien duiken. Ja, want als hij duikt, als hij tegen in de hoek, want dan heb je hem. Dus misschien dat hij hem niet helemaal goed inschat, inderdaad. Ja. Maar wel een goede kopbal, dat is niet zo makkelijk nog. En Fortuna, die gaat nog op bezoek bij Jong Utrecht. En die krijgen thuis nog Jong PSV. Ja, en dan moet je afwachten wie je treft. Zal er nog een belletje van Hofland richting Eindhoven gaan? Dat heb je natuurlijk ook nog. Die connectie heb je natuurlijk. Ja, ik denk sowieso wat jij net al zegt, dat er woensdag zullen er sowieso niet veel eerste elftal spelers bij PSV. Dat denk ik ook niet. Die zijn nog dronken waarschijnlijk. Ik denk dat Hofland wel even stiekem een belletje krijgt. Ik geef hem ook geen ongelijk. Nee, absoluut, hij heeft gelijk. Alles eraan doen om... Om kampioen te worden, toch? Op papier heeft Fortuna gewoon het beste vooruitzicht. Normaal gesproken moeten die het nu echt gewoon afmaken. Die slaan zichzelf echt voor de kop. Ja. Die gaan dan echt met een kater de play-offs in, denk ik, als die het nu nog weggeven. Ja, we hadden het er net al een beetje over. MVV, Volendam spelen allemaal nog rond de play-offs, de play-offplekken. Cambuur, MVV, Almere en de FC Volendam. We beginnen even met Cambuur. Ja. Ja, die zijn veilig volgens mij als we dit zo zien. Hè? Ja, maar die gaan ook lekker. De afgelopen 4 wedstrijden gewoon allemaal gewonnen. Ja, daarvoor één keer gelijk tegen Volendam dan. Een paar weken terug toen tegen Volendam gezien, toen vond ik ze niet zo goed. Je ziet wel dat ze een beetje meer met een vaster team gaan spelen. En ik denk ook wel dat belangrijk is. Die hebben natuurlijk ontzettend veel wisselingen gehad. Ja. En volgens mij is dat wel belangrijk dat ze nu wel een beetje met een team gaan spelen. Waarvan je zegt, nou, dit wordt het team richting de play-offs. Ja. En Crowley is gewoon belangrijk voor hun. Ik bedoel, dat is hun beste speler. Die wedstrijd ook tegen Volendam. Ja, die speelt er goed voor de Jupiler League. Dat is hoe hij deze gewoon even lekker binnenlegt. Ja, geweldig. En hij kan echt, dat kunstgras is ook perfect voor hem. Dat korte draaien en korte 1-2'tjes maken. Ik denk ook wel dat een voordeel voor hem is, hoor. Ja, absoluut. Dus dat zie je echt in wedstrijden terug. En hij is gewoon hun beste speler samen met Robert Schilder achterin. Ja. Trekken zij de kar en... Ja, het lijkt erop dat ze op tijd fit zijn voor de play-offs en in vorm. Wie ook goed in vorm is bij Cambuur de laatste week, oud-ploeggenoot Kevin van Kippersluis. Ja die speelt weer, hè? Ja, die speelt weer. Het was een tijdje minder. Het was ook sowieso een tijdje minder bij Cambuur. Ja, ik ben wel benieuwd hoe groot het vertrouwen is nu bij Cambuur en of hij een beetje lekker op zijn plek zit daar in Leeuwarden. Afgelopen 3 wedstrijden, 3 goaltjes. Ja, ik mag niet klagen. Ja, ik... Sta je nou links of op 10, Kip? Links. Even goed. Ja. Oké. Okay. Dus je stopt nu met zeuren. Want je kan dus wel gewoon op links spelen. Laat je nu zien. Nou, ik heb aangegeven dat ik het liefst vanuit het midden wil starten. Vanuit de spits of vanuit de teampositie. Maar op zich, weet je, als je maar speelt, dat is het belangrijkste. Dat is waar. Afgelopen 4 wedstrijden op rij gewonnen. Ik denk dat het vertrouwen bij jullie wel groot is momenteel. Ja, we zitten er op dit moment lekker in. Dus... voor ons is het dan ook denk ik beter om niet over M heen te gaan. En gewoon meteen na de laatste wedstrijd die dinsdag de play-offs in te knallen. We kunnen nog een plekje stijgen, maar ik weet niet of dat in ons voordeel is, ja of nee. Want dan speel je dus tegen NEC of Fortuna? Ja. Oké. Okay. En dan sla je natuurlijk, dan heb je bijna, wat is het, heb je 12 of 13 dagen heb je niks. Want dan ben je zaterdags... klaar en dan speel je pas niet die donderdag, maar die donderdag daarop pas weer. Ja. En anders speel je meteen dinsdag, zaterdag. En ja, dat is denk ik, op dit moment zitten wij al in zo'n hectisch programma met de laatste 2 weken 5 wedstrijden. Dan denk ik dat het wel lekker is om daarin te blijven en dan niet in één keer 12, 13 dagen rust hebben. Zit dat in? Misschien wel. Ja, absoluut. Ja, normaal zeg je, eerst de ronde overslaan is goed, maar dat ken ook als je in de flow zit. Cambuur en Volendam beide in de play-offs, is dat voor jou dan een droomscenario? Of tenminste, ben je dan tevreden? Ja. Nou ja, ik gun het die jongens van harte als we samen promoveren natuurlijk. Het is niet dat hun mogen promoveren en wij dan niet, want dat sla ik maar natuurlijk voor mazes.
Nou, dan hebben we Cambuur hebben we besproken. Dan eventjes door naar MVV. Ja. Dat is toch ook allemaal met omhoog en omlaag. Ja. Ja, dat hoort wel ook wel een beetje bij waar de ploegen staan op de ranglijst. En MVV is daar ook echt geen pijl op te trekken. Nee. Die verliezen dan één bij Jong AZ. Ja. Heel apart, terwijl ze echt wel leuke spelers hebben en een leuke ploeg. Absoluut, want Okita is een van die leuke spelers. Ja. En die was stekend assist. Lekker om naar te kijken ook gewoon. Echt een goede speler, vind ik dat. Die was bij ons speelde die bedroevend slecht. Ja. Maar je ziet gewoon in de beelden, in de goals die hij maakt. Deze assist ook weer, het overzicht. Hij maakte de laatste bij Helmond volgens mij 3, waarvan een wereldgoal ook. Ja. Ja, dat is gewoon een goede speler. En zij hebben toch altijd wel weer dat soort spelers die ze oppikken. Hè. Natuurlijk uit de buurt van, in de buurt van België daar. Ja, dat is toch wel leuk. Ja, nee, dat soort spelers in de Jupiler League komen spelen. Hè. Die Makali die daar loopt, hele goede speler. Maar ze hebben het ook wel een beetje aan de kont hangen dat het dan uiteindelijk altijd net niks wordt. Een beetje net van wat. Een ander dingetje in die wedstrijd. Kenzo Goudmijn. Ja. Die is dit seizoen de jongste doelpuntenmaker. Met 16 jaar... Ja. 3 maanden en 26 dagen. Ja, ik heb hem tegen wij speelden tweede paasdag tegen Jong AZ. En toen die vrijdag had ik ze Jong AZ ook tegen Dordrecht gezien. Toen vond ik hem 2 keer heel slecht spelen. En vraag ik me af, hij is 16, moet hij al in de Jupiler League spelen? Als je pas 16 bent. Dat is wel erg jong, hè? Ja, maar met name ook zijn fysiek. Kijk, die Sepp van den Berg is ook 16, maar die is niet zo groot als jou. Ja, dat is even, weet je, daar stond ik even naast. Ik denk, god, kaleren, die scheelt even die stikker. Is geen 16. En bij hem zie je echt dat het nog een kind is. En dan moest hij tegen Paul Kok duelleren, ja, weet je. Dan weet hij even de dugout over. Ja, ik wou zeggen, die gaat niet aan de kant. Dus ik vraag me af of het niet een beetje te gek is dat zo'n jongen dan al in de Jupiler League speelt. Het is wel leuk, 16 jaar. Ja, weet je, toen ik 16 was, god, ik leren, man. Ja, het een Nintendo-man alleen maar. Ik heb even een beetje research gedaan. Fred Meerhof voor SSV Scheveningen tegen FC Wageningen. Ergens eind jaren 70, 15 jaar. Ja, dat was een goede pot toen. Ja, ik wou zeggen, Fred, ik zit nog na te genieten. Ja, Fred, goede goal ook, hoor. Ja, en dan toch wel de voornaamste directe concurrent van Volendam, denk ik op dit moment. Almere City. Ja, die hebben ook gewoon leuke spelers, leuke selectie. Die hebben ook wel met blessures te maken gehad. Absoluut. Hè? Met name Tom Overdam. Ja. En die is er nu ook weer bij. En ze hadden wel mazzel tegen PSV, want die mist een ongelofelijke kans op 0-1 voor leegdoel. Ja. Maar het was close. En de laatste wedstrijd is Jong Almere, of Almere Jong, tegen Volendam. Maar zij staan er ten opzichte van Volendam het best voor. Ik wil nog wel even aandacht vragen voor de winnende goal. Die ze uiteindelijk de overwinning... Ja. Ja, niet echt iets voor Mirani volgens mij. Want dat is gewoon een redelijke pure mandekker. Ja, nummer 14 eigenlijk. Ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Je ziet de verbazing op ze waarschijnlijk bij hem ook. Monnikendammer, hè? Monnikendammer, ja, klopt. Zeker. Hij is de schoonzoon van onze fysio, van André Dooyenwit. Kijk eens, dat zijn kijk, dat zijn info verhaaltjes. Waar je wat mee kan, hè? Absoluut. Dat was vervelend voor ons, maar goed. Hij maakt hem mooi af, eerlijk is eerlijk. Volendam, jouw ex-ploeg. Of tenminste, je doet snuffelstage, hè? Ik loop een beetje mee op het veld, ja. Trainerschap? Ja, ik heb in principe geen ambitie om richting trainerschap te gaan. Ik heb pas mijn papieren 3 en 2, dus ik kan ook niet... Maar wat ik als speler gemerkt heb en is dat wij gewoon in de staf, vind ik, te weinig mensen hebben. Ja. Omdat Barry Smit is ermee gestopt, onze eerste assistent. Zeker. En we hebben een hele grote selectie. En dat is wel iets wat ik in ieder geval ook bespreekbaar heb gemaakt bij de club. En wat ook de hoofdtrainer Michel Zalder wel aangevoeld heeft. Ja, we hebben gewoon mensen tekort in de staf. Omdat we zoveel spelers hebben. En je moet gewoon bij jonge jongens zoveel aandacht aan ze geven. Nou ja, ik denk dat voor mij misschien wel een rol is. Misschien ook wel in de toekomst. En daar ben ik nu al een beetje mee bezig om me mee te bemoeien. Weet jij wat er deze week precies 10 jaar geleden... Ik heb het voorbij zien komen. Ja. Ja, de goede oude tijd. Ja, ja, dit is het praathuisje waar de oude lui altijd zit op de dijk elke dag. En daar stonden er een paar op. En ik stond daar vlak voor over. Toen speelde ik bij RBC en toen was Volendam promoveerde. Dus ik kon rustig meegenieten van het feest. Het is alweer 10 jaar geleden dat hij heen en weer in de kast staat, in de schuur staat. Ja, dat klopt. Zodra we in de voorbereiding 2 keer winnen, dan wordt hij alweer uit het vet gehaald. Opgepoetst, ja, bijgewerkt. We worden kampioen. Net als dit seizoen, toen de voorbereiding zo goed ging. Maar ja, het is wel jammer dat het... Dit moet wel af en toe eens gebeuren. Kijk, het is niet realistisch om te zeggen van... Het moet om de 3 jaar. Of zeker niet de periode waarin Volendam nu verkeert. Want het wordt steeds moeilijker in de Jupiler League om bovenin mee te draaien. Maar het is toch wel eens leuk als het weer eens een keertje gebeurt. Het mag wel weer een keer gebeuren, ja, wat mij betreft. Ja, dat vind ik ook. 10 jaar is wel heel lang geleden. Dit seizoen gaat er in ieder geval niet meer gebeuren. Ook niet na de verliesbeurt afgelopen vrijdag tegen RKC.
Nee, het wordt moeilijk. Het zonde, want voor deze wedstrijd en voor de wedstrijd van vorige week maandag tegen Jong Utrecht waren we de best presterende ploeg in 2018. Dus dat zegt wel iets over hoe we onze rug hebben gerecht na een hele dramatische start. En hoe, hoe kan het dan dat je van de, van de laatste... Nou ja, Jong Utrecht hebben we net al besproken, met, waarbij we ook geen goede wedstrijd speelden, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar waarbij je ook gewoon te maken had met een sterker Jong Utrecht. In RKC was gewoon een wedstrijd waarin je pech had. De eerste helft was niet goed. Maar de eerste keer dat zij bij de goal komen, maken ze hem ook. In de tweede helft hebben we heel veel kansen gehad. En die keeper van hun was geweldig. Die had alles eruit. Dus dat was gewoon een wedstrijd. Ja, dat kan een keer gebeuren, weet je. Alleen het is wel een ontzettend vervelend moment. Ik pak nog even één keer de kaart erbij. Ja, negatief doelsaldo. Maar Almere ook. De laatste wedstrijd dus Almere tegen Volendam. Ja. Gat is nu 3 punten, dus er komt nog eerst nog een andere speelronde. Gaat dat een sleutelduel zijn misschien? Het allerbeste scenario is als je gewoon vrijdag wint tegen Jong Ajax en dat Almere verliest. Dan heb je die laatste wedstrijd in eigen hand. Dan hoef je zeg maar niet te winnen bij Almere. Ik ben bang dat het uiteindelijk dan wel op die laatste wedstrijd aankomt. Ja, de play-offs dus. Hier hebben we eventjes het virtuele schema op dit moment. Ja, Graafschap Telstar is al... Die is al akkoord, hè? Daar kunnen een streep onder. Dat gaat niks meer veranderen. Ja, en de rest is allemaal nog een beetje gissen. Ja, Dordrecht en Cambuur zal waarschijnlijk ook wel vaststaan. Het is een loterij. Het is een loterij, Las. Dat vind ik een heel mooi einde. Laten we nog even de uitslagen erbij pakken van de afgelopen speelronde dus. Nog opvallende dingen? Ja, dat Go Ahead. Jongens, toch. Dat is een toestand, hè? Ja, dat is toch echt. Nou hadden ze dan een snelle rode kaart na 7 minuten. Dus het is niet helemaal onlogisch dat ze deze wedstrijd verliezen. Maar god, kaleren, daar moet toch wel wat gebeuren. Dit is de stand. Ja. En dan zie je dus ook inderdaad Go Ahead op een 17e plek. Dat is gewoon treurig. Nou ja, ja, eigenlijk hebben we alle spannende dingen bij elkaar besproken. Ja. Ja, dan de topscorers. Martje Lieder weer 2 keer, hè? Ja, goede goals ook weer, hoor. Jezus, goede spits vind ik dat. Ja, die blijft maar gaan. Uit de buurt van Volendam. Hij Purmerend, hè? Ja, hij heeft toch in de jeugd ook gezeten bij Volendam, toch? Volgens mij wel, ja. En 2 jaar terug bood hij zichzelf nog aan bij ons. Maar? Nou, wij hadden toen met Philips, Steltepol, Jack Tuyp, die er teruggehaald was, en Jordi Hilterman al 4 spelers pizza onder contract staan. Dat is toch wel balen, hè? Ja, toch, weet je. Nou, eigenlijk vind ik dat ook wel een beetje met platje. Ja. Is toch ook een speler die je eigenlijk... Helemaal waar. Wij zijn daarin wel een beetje te netjes bij Volendam, weet je, vind ik. Ja, je moet af en toe ook eens een platje is dan ietsje anders dan een andere speler. Ja. Die dan misschien een keer zijn man laat lopen. Zo'n speler is ook wel eens goed. Een beetje een klootzak of een aparte speler in je allemaal ideale schoonzoon. En daar red je niet mee. Dan, dus. Dan wordt het helemaal niks. Ja, dan nog eventjes een totootje. Ja. De Graafschap Telstar. Ja, dat is dus een generale repetitie. Dat is voor de play-off. Is wel een aparte wedstrijd, denk ik, inderdaad. Ja, geen touwt. Maar hij valt niks moet je nou zeggen. Dat kan wel eens een leuke wedstrijd worden met 2 ploegen die altijd vol aanvallend spelen. 3-2. Ja, dus een eentje? Ja. Nou, dat doe ik ook een eentje. Ik kan me uitschelen. RKC Waalwijk tegen Go Ahead Eagles. Een wedstrijd die natuurlijk nergens meer om gaat. Oké, dat zou maar zo'n eentje worden. Eentje? Rassiki, ja. Voor alle Go Ahead supporters die kijken, ik doe een 2. Oké. Nou, dan de laatste. FC Eindhoven Almere City. Ja, dat zal dan meer vanuit het hart moeten komen voor mij. Dat ik een 1 ga zeggen. Ja, ik denk dat het een gelijkspelletje wordt. Ja, ik ga gewoon zeggen een eentje, want ik denk Mart Lieder. Martje Lieder, ja, daar is onze hoop op gevestigd als Van Olam zijnde. Xje, voor jou? Nou, dan moet ik natuurlijk ook een eentje. Oké, 2 eentjes. Ja, dit was het Jupiler League weekoverzicht van deze week. Kees, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Vonden jullie het nou leuk? Vergeet zeker geen blauw duimpje achter te laten. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal van FC Afkikken? Doe dat dan natuurlijk ook. Volgende week ben ik weer helemaal terug om jullie bij te praten over de mooiste competitie van Europa. Graag tot dan.